Welkom bij Most Ridiculous. Ik ben Sven de Ridder en zot zijn doe wel zeer. Ik denk dat we allemaal wel weten wat er gaat gebeuren, hè? Maar deze man vraagt zich vreemd genoeg niet af waarom ze hem willen filmen. Ja, daarom dus, hè, sukkel. Ze vertellen hem nu dat je op Google bij Goedgelovig deze video te zien krijgt. We weten allemaal, kinderen zijn zot van speelgoed. En ze laten online doodgraag zien hoe dat je dat moet gebruiken. Tot in het oneindige. Deze jongen heeft een jojo en het is zo goed dat we het 4 keer laten zien. Baf. En baf. Nog eentje? Ja, het wordt ergens, hè? Oeh, de volgende. Met stuiterballen, daar moeten we buiten spelen. En dat is de reden waarom. Van modelvliegtuigjes, daar krijg je soms hoofdpijn van. Vooral als je de lijm snuift bij het monteren. Net als de permanent bij vrouwen en het nektapijt bij mannen, waren pogo-sticks super trendy in de jaren 80. En daar hadden ze ook moeten blijven. Maar dit meisje is vastberaden om ze weer hip te maken. Al wat ze nodig heeft, is evenwicht, stabiliteit en... Ik heb voor mijn feest. Plastische chirurgie. Oud. Deze vader en dochter doen een dans gebaseerd op de eerste stapjes van Bambi op een bevroren meer. En het is hun perfect gelukt. Balletvoorstellingen zijn duur. En als je dan nog eens alles van zo dicht mogelijk wilt zien, dan kost het u echt wel stukken van uw tanden. En tenslotte Amerika, het land van de vrijheid. Maar helaas ook van de peperdure gezondheidszorg. Vriendschap moet je altijd op het spel zetten als je een ster op het internet kunt worden. En meisjes zijn al niet veel beter. Ze zijn misschien zelfs erger, want ze doen alsof ze om elkaar geven. Wie vertrouwde meer? Uw vrienden? I'm really giving you guys my life right now. Okay, all right, we'll let you down. Look at this. Oh! Of een rugchirurg. Deze tennisser wil indruk maken op zijn vrienden. Okay, go, 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 go. Oh, shit. Oeh, ja, lief ballen alstublieft. Op school moeten de tafels onder de knie krijgen. Gemakkelijk, hè? Vergelijkingen zijn ook belangrijk. Het niveau van de ramp is gelijk aan niks nut maal domheid. Als je iets bij biologie leert, is het dat als deze leerlingen slagen, de natuurlijke selectie niet genoeg haar best doet. Al denkt deze jongen dat de conciërge ook zijn best niet doet. Jongens weten precies wat dat meisjes willen zien. Een hersenschudding. Ah, goed, goed. Test eerst of de tak sterk genoeg is om een gewicht te dragen. Dat is heel slim. Ja, niet sterk genoeg bij nader inzien. Deze manneke kan niet wachten om helikopterpiloot te worden. Hij vliegt er direct in. En we sluiten af met een groepje nerds. Ze houden elkaars hand vast. Wetenschappers zijn altijd hecht. Nu, ze hebben voor de fun een menselijke ketting gevormd en houden een schrikdraad vast om een wetenschappelijke proef te doen. Ze moeten echt meer buiten komen. Ah, ze zijn buiten. Maar ja, allez, bedoel, je weet wel wat ik bedoel. Ze moeten meer buiten komen. Je weet wat ik bedoel. Maar goed, als ze de kring sluiten, zullen we allemaal iets leren. Wat zou dat zijn? John in the end is taking his shoes off. He now has no insulator. Niet doen, John. Ja, we hebben dus geleerd dat de toekomst van de mens gedoemd is. Ja.
Maar goed, met die vrolijke noot sluiten we dus af. Ik ga met schrikdraad spelen. Grapje. We hebben weer veel geleerd, hè. En hopelijk heb je ervan genoten. Baf, tot de volgende keer.